In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God, amen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Deze aflevering is speciaal voor iedereen die twijfelt. En dat doen wij allemaal wel in meer of meerdere mate. En dit is een belangrijke. We twijfelen over de grote keuzes van het leven. Bijvoorbeeld over de keuze van het trouwen. En er zijn veel soorten twijfels die je daarop kan toepassen, maar die je ook kan toepassen op heel veel andere aspecten. In ons leven. En twijfel kent veel gezichten, en daar gaan we samen naar kijken. Maar eerst de vers uit Lucas, hoofdstuk 9, vers 62. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Harde woorden. Wat is een ploeg? Een ploeg is hetgeen wat in de grond steekt, een scherp uh, soort voorwerp, mes. Wat je in de grond steekt en wat vervolgens vooruit wordt getrokken door dieren of door de persoon zelf. Vooruit wordt getrokken om de grond te ploegen, open te gooien. Zodat je daarna kan zaaien en de grond kan gebruiken om vruchten te laten werpen. En niemand die met een ploeg bezig is, gaat achter zich kijken. Heel logisch. Deze woorden zegt de Heer Jezus om in een simpele woorden. Zijn boodschap duidelijk te maken. Wat gebeurt er als je met een ploeg achteruit kijkt? Een ploeg is scherp, die dieren lopen vooruit. Jij loopt achteruit te kijken, je valt onder de ploeg, je raakt verwond. Dus iemand die bezig is met een ploeg, die heeft het duidelijk. Die weet waar hij de dieren naartoe leidt, die kijkt voor zich, die heeft het doel voor ogen en die kijkt vooruit. Die kijkt niet achter zich. Wat zijn vormen van twijfel? Een van die vormen is uitstellen: ik kan niet beslissen. De, er is een persoon die me heeft aangesproken uh, of ik ben bezig iemand te leren kennen en ik kan niet beslissen. En dan is diegene een half jaar bezig, ja maar ik kan het nog niet beslissen. Ja, en Abuna vraagt ze dan van, en hoe gaat het? Ja, we zijn twee jaar verder en uh, we zijn nog aan het kijken, maar we kunnen nog geen keuze maken. Uitstellen van de keuze. En dan blijf je continu in die twijfel hangen. Een uh, andere vorm is helemaal je handen ervan aftrekken. Ik kan niet beslissen? Of iemand spreekt me aan, of ik vind iemand leuk en er gebeurt contact. En je zegt van ik kan niet beslissen, dus ik trek me terug uit deze. Nee, nee, ik wil het helemaal niet. Mijn antwoord is nee, bij voorbaat. Dat is ook een vorm van twijfel, waardoor je mooie dingen in je leven kan verliezen. Een andere, en hele gevaarlijke, is: misschien is er beter. Dat je bezig bent in een uh, kennismaking, je bouwt een relatie op, maar je durft die knoop niet door te hakken. Want misschien is er beter in de wereld. Misschien stuurt God volgend jaar wel een uh, professor of dokter die uh, veel beter voor mij geschikt is en die mij beter kan hebben en dit en dat. En dan blijf je zoeken naar iets beter en twijfelen. Angst is een belangrijke factor in je twijfel. Angst maakt je twijfelen. Dus we zoeken naar iets ideaals, we zoeken naar iets beters en dat maakt dat we twijfelen. Dat is niet de manier waarop we een keuze zouden mo moeten maken. Nog veel gevaarlijker is als ik blind volg. Dus als ik blind volg het advies van iemand. Abuna heeft me iemand gebracht, geen probleem. Dat is een manier waarop je kan kennismaken. Maar het probleem is als je blind volgt, zonder zelfs na te denken, of gaat luisteren naar wat mensen ervan vinden. Dat oh, als iemand zegt, maar broer, ken jullie passen perfect bij elkaar, dan voel ik me geweldig. Maar zodra iemand zegt, ja, maar ik zie wel een nadeel wat in jullie relatie een probleem gaat zijn, en dan schiet ik meteen de andere kant op. Ik moet niet een blinde volger zijn. Dus ik moet degene zijn die aan de ploeg zit, die vooruit kijkt. Hoe doe ik dat dan? Bereken het goed. Waar sta ik? Wat wil ik? En wat zijn de stappen die daarvoor nodig zijn? Niemand begint de grond te ploegen ergens willekeurig in het midden en besluit een bepaalde kant op te lopen. Nee, ik maak een plan. Ik ga zitten. Wat wil ik bereiken? En dan als ik weet wat ik wil bereiken, weet ik welke stappen ik daarvoor moet maken. Dus als ik weet dat ik wil bereiken en mijn doelen duidelijk heb, ik wil iemand die mij samen met hem dat ik kan groeien in God. En tot de verlossing toekom, dan zal ik kijken in mijn stappen dat ik niet kies uh, de, de, de prinses die het allermooiste uiterlijk moet hebben, wat helemaal perfect is. Dan is dat niet mijn hoofddoel. Dus als ik een goed plan heb, een duidelijk plan heb waar ik naartoe wil, dan weet ik de stappen om de weg te maken. Maak voor jezelf een tijdsplan. Zorg ervoor dat je duidelijk hebt wanneer en hoe lang er nodig is voor een bepaalde stap. Om iemand te leren kennen. Om de plus- en minpunten van iemand te kennen, zet ik voor me in de kennismaking dat ik daar een half jaar voor nodig heb. Maar dan hou ik het daarbij en laat dat niet open. Het is verkeerd om alles maar open te laten. Ja, we zien wel als we eraan toe zijn, als het allemaal goed voelt, als de mensen om me heen het ook goed voelt en ik alleen maar positieve feedback krijg, dan is het goed. Nee, dat is niet de bedoeling. Maak een tijdsplan, een schema, hoe je er naartoe wil komen. Zorg ervoor dat de dingen. Je niet snel van jouw pad afduwen of angstig maken waardoor jij je terugtrekt en besluit om er niet mee door te gaan. Kleine problemen bijvoorbeeld. Van als ik zit met uh, die persoon. En ja, maar uh, Amo, de vader van, van, van dat meisje die uh, keek niet leuk naar me over. Die heet me niet helemaal welkom op die dag. Dus ik besluit maar uh, nee, dit is hem niet. Of ja, maar wacht even, uh, ze, ze, ze ziet er niet helemaal leuk uit vandaag. Is dit wel en is de make-up niet allemaal uh, misleidend? Nee, ik stop ermee. Of woorden van anderen die me dus ik, laten stoppen om door te gaan met mijn doel. Laat de kleine afleidingen je niet verleiden om te stoppen. Een vierde punt. Geef toe dat je zwaktes hebt. Jij als persoon moet toegeven als je zwak, dat je zwaktes hebt. Als jij een persoon bent die veel twijfelt, zeg dan of geef toe dat jij twijfelt. Dan weet je dat je twijfels hebt. En dat je daarmee moet gaan dealen. Dan pas komt er verandering. Als jij een persoon bent die snel boos kan worden, dan moet ik in de relatie niet blijven duwen en schreeuwen en ruzie maken en het is de ander zijn schuld. Dan moet ik toegeven dat dat een van mijn zwaktepunten is. Als ik mijn zwaktepunten ken, zal ik ook minder twijfelen, zal ik minder de ander de schuld geven, kom ik eerder tot een conclusie. En een heel belangrijk. Laatste punt wat ik wil noemen is counseling. Zorg ervoor dat als jij een doel voor ogen hebt, als je duidelijk hebt wat je wil, dat je ook een counselor hebt. Dat kan heel goed je biechtvader zijn. Of iemand die daarvoor aangewezen is. Zorg ervoor dat je niet zomaar iemand hebt, maar iemand die uh, duidelijk uh, uh, God in zijn leven heeft, die jou dus daarin kan begeleiden met de juiste en dezelfde doelen. En die het beste voor jou voor heeft. En die in een andere fase zit, die meer ervaring dan jou heeft. En die kan jou counselen de goede kant op. Niemand gaat een beslissing voor je nemen. Je gaat niet naar Abuna toe om te zeggen, moet ik dit doen of niet? En dan wil je een ja of een nee van Abuna horen. Of je stelt hem voor, ja die persoon en we hebben gesproken en we zijn nu een maand verder. En dan verwachten dat Abuna heel positief of heel negatief is en dan daarop varen. Abuna kan zijn dat hij een duwtje geeft in de goede richting, als je een twijfelaar bent. Maar aan jou is de beslissing. Aan jou is om de ploeg op te pakken. Aan jou is om de richting te geven en een plan te maken. Dus de vers van vandaag uit Lucas, hoofdstuk 9, vers 62. Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Dit is wat de Heer Jezus zelf heeft gezegd. Een boodschap aan ons allemaal in ons spiritueel en praktisch leven van vandaag de dag. Tot de volgende aflevering van Het woord van het Leven.